Minecraft, wie heeft er nog niet gespeeld? Want een aantal jaar geleden inmiddels alweer kwam die al uit voor de PC. Ja, ik ben een van die noobs die nog ineens heeft aangeraakt. Hoewel mijn neefje het heel wanhopig probeerde, lukt het gewoon niet. Maar nu ben ik echt verslaafd aan deze pixel survival sinds die uit is voor de next-gen consoles. Na het enorme succes op de PC, de smartphone, tablet, Xbox 360 en de PlayStation 3... verschijnt Minecraft nu ook op de Xbox One, PlayStation 4 en PlayStation Vita. Op die manier heb je geen enkel excuus meer om niet met Minecraft aan de slag te gaan. In Minecraft is het aan de speler om zijn eigen avontuur te beleven. Je kunt ervoor kiezen om een enorme grot te graven en te kijken wat voor schatten je daarbij tegenkomt. Je kunt het opnemen tegen vele gevaarlijke wezens, waarbij je met je zwaard en pijl en boog erop losgaat. Of je kiest ervoor het ene na het andere prachtige bouwwerk op te zetten en samen met je vrienden te chillen in een van je paleizen. Uiteraard kunnen je vrienden ook meehelpen met het bouwen van het nieuwe grote project. Dat kan met 4 spelers tegelijkertijd op de bank of met 8 man wanneer je online gaat spelen. De PlayStation 4 en Xbox One versies zorgen ervoor dat je aan de slag kunt gaan met de werelden die maar liefst 36 keer zo groot zijn als de werelden die je eerder op de PlayStation 3 en Xbox 360 kon maken. Mocht je één van de oude consoleversies van Minecraft al bezitten, dan kun je voor €5 upgraden naar de nieuwe versie. Ook is het mogelijk om de werelden zoals je die al hebt gemaakt over te zetten, zodat je werk niet verloren gaat. Wanneer dit de eerste keer is dat je Minecraft op de console of handheld gaat spelen, dan kost de game je zo'n €20 en treed je in de voetsporen van meer dan 50 miljoen gamers die voor jou aan de slag zijn gegaan. Ik moet beginnen met zeggen dat ik het eigenlijk vreemd vind dat Minecraft is uitgekomen op de next gen. Tuurlijk, ik snap het wel, maar het spel heeft het eigenlijk niet nodig. Want door het hele pixelsfeertje wordt het niet heel veel mooier dan dat het in eerste instantie al was. Wel is het heel goed om te zien dat de berg die je in de verte ziet, dat je daar echt nu heen kan. Want door de kracht van de next gen is het spel gewoon heel veel groter dan dat het eerst was. Minecraft is zo verslaafd omdat het overdag nog een beetje heen en weer lopen is, bomen neerhalen en een geit vermoorden. Maar 's avonds dan komen de enge beesten en dan ga je heel snel een huisje maken, want je hoort in de verte een creeper aankomen en je wil gewoon nog niet dood. En dit gaat eigenlijk telkens zo door. Doordat hij nu ook op de next gen is uitgekomen, heb je eigenlijk helemaal geen excuus meer om niet even te checken waarom alle anderen dit spel zo ontzettend tof vinden.